In het UMC Utrecht doen we veel onderzoek om de gevolgen van nierziekten voor de patiënten zoveel mogelijk te beperken. En hier in het Centrum voor Regeneratieve Geneeskunde kijken we vooral naar weefselherstel, bijvoorbeeld door middel van stamcellen. En wat wij erg interessant vinden zijn de signalen die daarbij betrokken zijn. Beschadigde nieren of beschadigd weefsel geeft signalen af aan het lichaam om aan te geven dat er een herstelreactie nodig is. Maar ook de stamcellen geven signalen af aan het weefsel. En instrueren het weefsel hoe het zichzelf moet herstellen. Een belangrijk deel van deze signalen is verpakt in kleine blaasjes die door de cellen worden afgegeven. En door naar deze blaasjes te kijken kunnen we informatie krijgen over hoe een nier eraan toe is. Dus of het een zieke nier is of een gezonde nier. En welke informatie de stamcellen gebruiken om dat herstel te stimuleren. Zo hebben we bijvoorbeeld gekeken naar transplantatienieren, de blaasjes daaruit. Kunnen ons aangeven of die nieren direct gaan doen na transplantatie of dat die ontvanger wat extra zorg nodig heeft zodat die nieren het goed en ook langdurig gaat doen. En daarnaast zijn we op basis van de blaasjes uit de stamcellen een therapie aan het ontwikkelen om daadwerkelijk nierschade te herstellen. Nou, dat is heel veelbelovend werk, maar daar is nog heel veel onderzoek voor nodig voordat we dat uiteindelijk in mensen kunnen gaan doen.